heer Jogi, in behandeling in het parlement de woningbouw en garantiefonds. En de voorzitter van het parlement zegt, dit is voor de kleine man die niet makkelijk een lening kan aangaan. Zegt u dat we dan toch wel, of dat de regering echt moet uitkijken naar deze wet? Een wet in een land moet voor alle burgers van dat land gelden. Wanneer mevrouw Simons zegt dat dit voor de kleine man is, ik wil ook hebben dat die kleine man geholpen wordt. Maar mevrouw Simons dat zegt dat dit voor de kleine man is, dan is de opmerking van mevrouw Simons discriminator. Het is niet correct. Wetten gelden voor alle burgers van het land. Toch? Nou, of je of kleine man bent, of grote man bent, of middelmatige man bent, het geldt voor iedereen. Dat is één. Waarom moeten we vandaag deze wetten maken? Toen meneer Bouters aantrad, was de koers 2,80. Kostte een pak cement 22 gulden, 23 gulden. Men heeft dit land vernietigd. Men heeft de samenleving alle mogelijkheden ontnomen. De man merkt volk uit. En men heeft een zodanig bestuur gevoerd in het land dat we kapot zijn gegaan in vele, bijna alle opzichten. Nu kan niemand een huis te bouwen, normaal, tegen een prijs van 80 SRD voor een pak cement. Toch? Een meter 2 bij 4 hout, grofvolle, kost in de orde van 20 gulden. Een kilo spijker is in de orde van 15 gulden. Een meter zinkplaat ligt in de orde van 50 gulden. Hoe gaan we bouwen? Ik denk, dit is een gelegenheid voor mensen die kunnen bouwen. Maar het is meer een politieke stunt van die regering. Zoals die regering Baso, minimumloon en al die andere hadden gebracht toen, vlak voor de verkiezing van 15. En we hebben gezien dat het niet heeft gewerkt. Nu praat men over een woningbouwfonds. We hebben een herstabilisatiefonds goedgekeurd in het parlement. Hoeveel cent heeft de regering gezet in het fonds? We hebben een agrarisch kredietfonds gehad in 2007. Deze regering heeft die agrarisch kredietfonds opgeheven. Nu wil men een bouwfonds oprichten, op zich goed. Maar de vraag is, van waar gaan wij die middelen krijgen om in die bouwfonds te zetten? Omdat die overheid volgens deze wet de middelen moet stoppen in die bouwfonds. Wanneer je niet eens toiletpapier kan kopen voor de scholen, wanneer je niet eens vaccin kan kopen voor de baby's, wanneer je niet eens scalpel voorradig hebt in het land, toch? Wanneer ziekenhuiszorg op instorten staat, van waar ga je geld halen om in die bouwfonds te stoppen? En wat gaat er gebeuren? Men gaat aladol geld geven aan mensen. Dat ding van nummer en volgorde is gossip. Men gaat allerlei geld geven aan mensen. Zodat mensen geld kunnen krijgen in de hoop ze kunnen bouwen. Ze gaan een groot deel daarvan gaat beginnen inderdaad te bouwen. En aan het einde van de rit is bouwfonds failliet. Nee, dat gaat gebeuren. Schrijf een potie. En niks gaat door. Een ander punt dat speelt is namelijk dat van, hebben mensen bouwkavels om te bouwen? Hoeveel zijn de overdrachtskosten? Er zijn meer facetten die kleven aan dit ding. Alleen een wet maken, bouwfonds en woningbouwfonds, garantiefonds gaat niet helpen. Wanneer iemand geen kavel heeft en papa of mama wil een stuk van de trein geven, dan moet je een perceel ID gaan zoeken. Dat 6 maanden duurt en je moet een landmeter nemen die een kar voor je maakt voor 10.000 gulden. Je moet 13% overdrachtskosten betalen, waarbij de krapperwaarde met 100% en meer is verhoogd geworden. De koers voor die dollar en die euro is met meer dan 100% naar boven gegaan. Betekent dus dat de mensen niet in de gelegenheid zijn om een kavel te hebben door al deze omstandigheden. En al heb je dat geld misschien, de man om aan bouw, de man om aan lenen, omdat je niet kan voldoen aan de voorwaarden. Toch? Dus ik zie inderdaad dat deze wet wordt goedgekeurd. Omdat de regering Bouterse dit land heeft vernietigd, is er geen andere keus voor die samenleving dan hier te gaan en te kijken, kan ik lenen voor een woning, ja of nee. Toch? Maar het gaat niet werken. Onder deze omstandigheden en met deze regering gaat het niet werken.
Low Income Shelter Programma 1, Low Income Shelter Programma 2. Deze twee programma's zijn geïntroduceerd in de tijd van regering Venetiaan. Nadat regering Venetiaan in 2000 het bestuur van het land heeft overgenomen, een ravage gepleegd, 96-2000 door Weidenbos, Moni Nobende, Smabensker, en dat was nodig toen te brengen. En het fonds heeft prachtig gewerkt. Mensen konden drie dingen doen. 1. Geld lenen voor renovatie, geld lenen voor uitbreiding en geld lenen om een nieuwe woning te maken. Deze regering heeft Low Income Shelter programma van de baan geschoven. Toen deze regering is aangetreden, is men gekomen met Housing Autoriteit Suriname. Wat heeft Housing Autoriteit Suriname in die 9 jaren gepresteerd in het land? Dus het maken van instituten, het in het leven roepen van organen, is niet de oplossing voor het probleem. De attitude en de wijze waarop beleid wordt gevoerd in het land, en de bedriegende manier waarop wordt geregeerd, dat is het probleem in het land. En die dingen moeten eerst opgelost worden. Dus met deze wet alleen gaat het niet werken. Ik denk dat wij de doelen niet gaan halen. Bovendien, wanneer mensen niet kunnen betalen. Iedereen gaat massaal, iedereen zoekt geld. 20.000, 30.000, jolini. Maar in normaal bouw gaat het fonds failliet raken. Bovendien is in deze wet geen grens vastgesteld. Bij agrarisch kredietfonds was er een grens vastgesteld. Zo mag veel mag je lenen voor rijst. En zoveel mag je lenen voor die groente en dat en dat en dat. Hier is dat niet. Toch? Dus wie mag directeur worden van het fonds? Dat is ook niet aangegeven. Gaat men Guinmardo Kromosuto zetten hier als directeur van het fonds? Dat behoort tot de mogelijkheden. Toch? Dus dit is een verkiezingsstunt. Alhoewel er genoeg noodzaak en aanleiding is om arme mensen te helpen. De man om Amoro, Bouters en Kierdema figuurlijk. Toch? Is deze wet niet voldoende, heel minimaal en heel marginaal om te kunnen voldoen aan de verlangens welke men wil realiseren met deze wet. Dus een gelegenheidswetgeving? Is gelegenheidswetgeving, niet goed voorbereid. De voorzieningen zijn er niet, de randfactoren en voorwaarden zijn er niet. Het gaat bijna niet werken. Men gaat stunten, kona bangi tek money. Alleen dat die man of die vrouw of zijn gezin of zijn familie stemt voor de NDP. Maar wanneer zou de oppositie, of laat ik zeggen, wanneer zou u wel uw zegen geven aan deze wet? Ik zou mijn zegen geven aan deze wet. Wanneer een aantal basisvoorwaarden worden voldaan. Wie mag lenen? Hoe vindt de selectie plaats? Wie beheert de woningfonds, bouwfonds? Hoeveel middelen worden erin gestopt? Wat is het maximaal bedrag dat je mag lenen? Wat zijn de sancties? Moet je grond hebben? Moet je grond huren? Moet je grond kopen? Wat is er? Toch? Maak de voorwaarden om een stuk terrein te erven, van te krijgen van oma of grandma. Maak dat makkelijk. Laat dat gebeuren. Waarop ga je bouwen? Je gaat toch niet op straat bouwen? Dat zijn voorwaarden. En tegen welke procent rente? Maak die dinges. Maak die dinges. Bovendien, waarom moet het wiel uitvinden? Laat low income shelter 3 komen, laat 4 komen. Laten we die financiering bij de centrale bank tegen 4% rente nog intact laten, zoals mensen konden lenen. Laat dat gebeuren. Toch? Laat de president zijn 18.000 woningen bouwen die hij had beloofd. Toch? Laat men de 50.000 woningen bouwen, die waren begroot met de lening, met de schenking van China van 50 miljoen. Laat men dat doen. Laat men aangeven hoeveel woningen men zelf heeft gebouwd in de afgelopen periode. Laat men vergemakkelijken het verkrijgen van een bouwvergunning. Het moet geen romslam en leidensweg worden voor iemand die wil bouwen om 8 maanden en 12 maanden te rennen naar de openbare werken voor een bouwtekening, goedkeuring en al die dingen. Dus heel veel zaken moeten er gebeuren.